Schiet het in de lucht, steek een lontje aan, schiet het in de lucht. Dit doet iemand als hij heel erg boos is. Waar je kleding in maakt. Als je bang bent, ben je in. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En het is vandaag woensdag en ik klink heel vrolijk en ik ben kapot moe. Ik heb zo slecht geslapen. Maar goed, we gaan er gewoon het beste van maken. Ik heb mijn schoen niet aan. Ik ga zo Sarah naar school brengen. Ik hoef alleen Sarah naar school te brengen vandaag. En dan gaan we weer wat aan het huis doen. Echt, ik weet niet wat het is met huizen, maar je blijft altijd een beetje achter de feiten aanlopen of zo. Je krijgt het nooit helemaal netjes. Maar ja, het hoort er ook wel bij. Maar goed, we gaan het gewoon weer proberen. Ik heb vandaag deze top aan van Selected Femme, broeken, levi's en sneak wedges van Edited. Het is echt beduidend kouder vandaag. Zelfs weer op school, dus ik zet even thee en weer de dagelijkse kleur. Ik heb zo'n behoefte aan weer gewoon normaal vrij leven en wat meer dingen kunnen doen. Maar ik heb wel een leuke avond op de planning staan, dus daar kijken we maar naar uit. Ik heb een goed begin van de dag en ik wil heel graag de 10.000 weer halen. Hier heb ik allemaal niks meer aan. Oh, ik vind het wel erg om dit te doen, maar ik ga het nu naar Denise brengen, want die heeft er wel wat aan. Dit zijn wel even die momentjes dat ik denk, ah, oh, ik vind het echt niet leuk. Ik ben vrij nuchter erin, maar dan komt het wel even binnen. Maar ik breng het weg. Het heeft toch geen zin om het hier te laten staan. En dan is het eigenlijk allemaal niet goed meer. Dus dan kan ik het maar beter opruimen. Ik ga gelijk deze kast even verder beter indelen. Aangezien ik nu hier ruimte over heb. En ik vind een lege plek ook niet zo leuk staan. Dus dan kan ik het beter invullen. En dan een beetje wat positief met de ruimte doen. Ik vond het echt wel een momentje. Ik ben echt heel nuchter eronder verder. Maar dat je dan je spullen pakt, dan had toch wel even een schrikmomentje net. Dat ik dacht, oh, ik vind het echt niet. Het is gewoon niet leuk. Maar goed, het is wat het is. En daar kan ik weinig aan veranderen. Dus ja, daar kan je heel erg in gaan zwelgen. Maar het heeft ook zin. Oh mijn god, wat lijkt ik dik als ik zo zit. Het is niet echt een flatteuze houding. Deze kast blijft altijd rommelig. Wat ik ook doe. Door de soort dingen die erin staan. Maar goed, het is nu wel 10 keer beter ingericht. En ik baal, want je hebt van die sporen dat je dingen wrijft en zo. En dan lijkt die kast zo vies. Maar dat is gewoon, ja, die sporen. Ik vind dat zo irritant. Kijk, die kast is veel netter. Maar dan zie je die strepen en zo. En dat is hier nog erger. Want hier ging die kist altijd overheen. Dus eigenlijk moet ik die kast gewoon verven. Maar daar heb ik geen zin in. Maar goed, het is weer netter. Ja. En dit, door al die snoeren en die rare vormen, dit wordt gewoon niet netter helaas. En nu, weer heerlijk in het zonnetje onderweg naar school. Ik heb al Mimo's dingen opgeruimd, dat wilde ik per se onder schooltijd doen. Ik denk, ja, dan wordt Sarah er niet mee geconfronteerd. Is het nou afgesloten? Nee, ik kan er wel door. Ik denk, ik moet helemaal omstaan. Overal op worden opeens. Maar het komt goed. Kind opgehaald. Een kind heeft mij gedumpt. Die is naar de vriendinnetjes. Want er zijn 2 klasgenootjes bij Mila aan het spelen. Dus ze is daar ook heen gegaan. En kijken of ze daar ook kan spelen. Want die beide meisjes zijn ook vriendinnetjes van haar. Dus dan is het natuurlijk leuk als ze met z'n 4 kunnen spelen. En ik, denk, waarom is die tas zo zwaar? Ze mogen bij haar in de klas mogen ze altijd een beker hebben, gevuld met water. En die mogen ze dan op hun tafeltje hebben, zodat ze tijdens hun werk gewoon water kunnen drinken. Nou, dat vind ik echt super. Dat vind ik heel goed, want kinderen drinken gewoon te weinig water. En nu, als het voor staat, drinken ze heel goed. En die spoelen ze dan om en in principe krijgt ze de laatste dag van de week mee. Maar die zit dus nu halverwege in de tas. Ik dacht net al, waarom is de tas zo zwaar? Maar ja, een volle beker water nog extra erin. Dat weegt wel wat.
We hebben net lekker gegeten. Marco en Sarah die zijn aan het douchen en alles. Sarah gaat zo naar bed. En ik ben aan het voorbereiden voor spelletjesavond. En ik heb een spelletjesavond. En dat is zo gezellig. Kijk daar altijd echt naar uit. En zeker nu. Dus ik ga het tafel liggen. Maar en wat klaarzet, mijn broertje neemt ook altijd spelletjes mee. Want die heeft echt, echt mega veel spelletjes. En het is leuk, want we kiezen eigenlijk allemaal een spel uit altijd. En omdat je dan, omdat verschillende mensen een spel uitkiezen, krijg je ook dat je gewoon heel wisselend speelt. En dat vind ik wel heel erg leuk, want dan speel je dus ook spellen die je anders normaal misschien helemaal nooit zou spelen. En ja, dat vind ik leuk. Spelletjesavond! En we zijn er allemaal! En we beginnen met Alias. Oh, Denise is het ook. En Nona ook. En ik heb loodjes. We gaan team trekken in loodjes. De eerste is Denise. De volgende is Lola. Stella. En dan zou je echt zien Nona. Kelly. Oh, en Kelly. Oké, team 2 is ik met Orlando. Nou, dat zeiden we net, dat ze dan wel goed komen. En met Marco. En dan is Nona met Marco. Oké, top. Woord uit 2D. De eerste, als je een brief stuurt, doe je dat met de post. Ja, dat is het eerste deel. En vroeger hadden ze zo'n papiertje en daar kon je dan ook mee betalen. In Amerika doen ze dat vaak. Posten. I'll write you a... Wat zeggen ze in Amerika? I'll write you a... Raincheck. Postcheck. Ja, Nederlands gewoon. Postcheck. Ja. Waar je kleding in maakt, dat apparaat. Naaimachine. Wat heeft Harry Potter een tover? Toverstaf? Staf? Nee, een ander woord ervoor. Een, hangt ook aan een boom. Stok. Ja, die wat je net zei, stok. En dan verkleind. Ja, zo. Stokje. Als je naar de bioscoop gaat, dan ga je naar de? Naar de film. Als je heel erg kwaad bent, dan ben je... Boos, woedend. Die, boos, maar dan... Nee, bozer, dat andere woord wat je woedend, net had. Ja, maar andere vervorming daarvan. Kort. Woed, woeden. Ja, het moest woest, stromend woest zijn. Ja. Maar woest, stromend had ik sowieso niet meer gered. Nee. Eerste woord. Niet dicht, maar... Ver. Ver. Weg. Nee, niet. Een pot is niet dicht, maar... Open. Open. Jij mag hier niet mee doen, ja. En... hoe noem je eten zoals kaas en worst? En je hebt zoetigheid, maar je hebt ook... Snacks? Nee. Wat zijn jij? Zuivel? Je hebt zoet. Oh. Voor brood heb je zoet. Oh. En je hebt... Wat is dit? Mam! Is dat zoet? Hard. Ja? Hartig. Openhartig. Goed zo. Zijn toch iets uit te leggen? Tik hem aan nou, hè? Tijd gaat al niet meer door. Oké, okay, heel veel mensen gaan er naartoe. Dan ga je in een hokje zitten en wordt het heel erg warm en benauwd. En vind je sauna. Heel... even kijken hoor. Ja. Eerste woordje. Niet achter, maar... Voor. Ja, en dan iets wat heel lang geleden is. Dat hebben we ook op school... Voor heb je... Nee, iets wat je op school hebt, heb je ook les in gehad. Van vroeger, de oorlog en zo. En dat heb je nog steeds. Wat heb je? Een vak. Een vak is dat. Ja, over de... Geen aardrijkskunde, maar geschiedenis. Ja, en dan aan elkaar. Woorden aan elkaar. Voor, niet achter, maar... Voorgeschiedenis? Ja! Oh, dat bestaat. Nou, 3 punten vooruit mag je zetten. Als je bang bent, ben je in... Als je bang bent, ben je in... De penari. Nee, schrik? Als iemand eng doet, dan ben je, in... Schrokken. Nee. Scheitje, pintjes. Dat zal er echt op staan, Denise. Sorry? Als iemand je dood wil maken, dan ben je in... Oh, ja, in paniek? Nee, ik ben niet in paniek. Nou, bijna wel. Als iemand je dood wil maken, wat ben je dan? Sessie. Poepie bang. Nee, als iemand gevaarlijk is op de weg, dan zit je in... Nee. Zeg het dan hardop. Puntje. Ja, pas. openbaar vervoer. Trein. Metro. Hoe heet het? Sop, zeg maar, tussen je handen doen. Dat gaat dan. Sop tussen je handen.
Het is een vis. Ja. Ja. Maar ook goudvis, karper, maatvis. Hij heeft zo van die puntjes. Oh, meer wel. Nee, andere. Je hebt een andere. Hij is een snor. Kooikarper? Vond ik een goeie. Karper. Ja, ik had meer van. Ik weet wel wat voor vis, maar ik kan het niet anders uitleggen. Dus tijd. Stuur. Ja, er zijn nog tijd voor je hem opzij. Maar kaviaar. Ja. Nou, dan weet ik niet dat kaviaar van de stuur. Daar zijn we één. Een reageer. Thuis. Je kijkt ernaar als je zit. Gewoon op de bank, dan kijk je naar. Televisie, TV. Oké, nee, het eerste onthouden. Nieuws. Journaal. Aan elkaar. Televisiejournaal. Mama doet het heel vaak naar de grond toe. Vallen. Oké, enveloppen, pakketjes, die gaan met post. Oké, degene die bezorger, dat... Bezorger, postbode. Ja. Even kijken, dit doe je aan je voet. Schoen, nee, ja, materiaal, je bent allergisch voor. Wolle socks. Je staat op je... Voeten. Eén stap hoger. Benen. Enkelvoud. Been. Hiermee denk je... Hoofd, hersenen. De twee die je zei, alleen anders gevoegd. Hersens. Ja. Hersens? Het is zowel vliegen als in angst wegrennen. Vlucht. Even kijken, hele kleine dingen op je huid. Ze kunnen ontsteken, krijg je puistjes. Klein dingetje, acne, nee, pori. Ja. Porin. Even kijken, chaos. Tijd. Oh. Dat is mooi, dan hoef je niet na te gaan denken. Ja. We hebben er wel aardig wat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Woe! Kelly slaat gewoon. Ja, deze keer wel hoor. Je moet ze eerst neerleggen. Ja, één tegelijk, Marco. Sorry. Ja, ik wilde hetzelfde doen, maar daarom had ik het door wat ik tegen jou zei. Kelly trekt ze ook allemaal voor mijn neus weg. Noem drie plekken waar je een piercing kunt hebben. Tepel, tong, navel. Oor... Teen. Kijk, proberen. Noem drie dingen die je maar beter niet fotografeert. Mijn poes, mijn tieten en anders. Die fotografeer je allemaal. Super gezellige avond gehad. En echt, ik ben zo moe. Echt, ik zit te knikkenbollen. Dus ik ga lekker mijn bedje in. En ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.